Ik probeer het nog even vast te pakken in dat moment. Isaac heeft gescoord. En ja. Houden we die 1-0 vast? Gaat dat goed komen? Of niet? Menno, hoe ging het? Hoe liep het af? Ik wil een harder applaus zometeen, maar eerst ga ik je vertellen. Als ik zometeen ga lezen, dan ga ik heel hard tegen jullie zeggen dat je je bek dicht moet houden. Dat moet je niet persoonlijk opvatten, dat hoort bij het verhaal. En dan gaan we nu nog even echt klappen voor die dames. Ja? Oké, bekken dicht nou! Zitten! Krijg ik met overslaande stem. Allemaal bekken dicht en zitten! Ik gloei van de adrenaline en de alcohol. Mijn hart bonst koortsachtig in mijn kop. We zijn er nog niet! We zijn er nog niet! Ga voor die tv vandaan! Zitten! Het lijkt of in de bomvolle studentenkamer een atoombom tot ontploffing is gekomen. Wat er zojuist gebeurde toen Kluivert scoorde, met zijn teen de 1-0 binnentikte, het was niet te beschrijven. De halve seconde voor een belangrijke goal van je club is eigenlijk het mooist. Een halve seconde waarin alles op aarde even stilstaat. Waarin je hart stopt met kloppen en de ruimte om je heen vacuüm blijkt te trekken, omdat alle supporters als één man hun longen vol lucht zuigen, in één krachtige haal en zich precies tegelijk schrap zetten om met oerkracht op te springen en in juichen uit te barsten. Het moet de hardste, meest uitzinnige kreet zijn geweest die ik ooit slaakte. Verpulverde chips en bier vlogen door de kamer, stoelen en schemerlampen vielen om, dronken lichamen buitelden over elkaar heen toen de meute zich naar voren stortte en voor ik het wist lag ik op de vloer, bedolven door vrienden en vrienden van vrienden. Pure gekte en geraas in mijn oor. We hebben hem! We hebben hem! Nee! Nee, we hebben hem niet! Niet nog een paar minuten koppen bij, zitten, bekken dicht. Net zo scherp blijven als die spelers daar op dat veld in Wenen. Ik voel me nu broodnuchter, terwijl ik het niet ben. Van de zenuwen ging ik om 10:00 ochtends aan het bier en ik ben niet meer gestopt. De hele dag niet. Kort na het middaguur fietste ik al naar Oud-West om in vredesnaam maar samen met mijn vrienden de tijd te doden. De kamer tot een Ajax-theater om te bouwen en de tijd weg te zuipen. De finale. Hoeveel uren nog? Nu zit die finale er bijna op. Ik kan het fluitje van de scheidsrechter niet horen. Ik zie alleen de armen de lucht ingaan op het veld en ik krijg nog net mee hoe Frank Rijkaard aan een dolle ren over het veld begint. Buiten zichzelf van vreugde. En ik jank als een kind. Ik kan even helemaal niets meer. Elk jaar wint een club de Champions League, maar nu is het deze club, mijn club, die een jaar of 4 geleden nog bijna failliet was. Mijn club, die het met een kwart van het budget van AC Milan moet doen. Mijn club, op wie niemand ooit nog gerekend had in dit toernooi. En het elftal is helemaal van ons, van Amsterdam. Vorige week Kluivert nog gezien, bij Rias, de Surinamer aan de Bilderdijkstraat. Het zijn onze jongens uit onze stad, van ons clubje. Maak het wat later op het Leidseplein. JJ, Neus en ik staan met z'n drieën op een tafel de meute te dirigeren. We springen woest op en neer op het tafelblad op de maat van de muziek. In elke hand een bierglas. Normaal gesproken is zulk gedrag meer dan genoeg om de tent uitgesmeten te worden. Maar het barpersoneel van Samsung heeft zich inmiddels erbij neergelegd. Vanavond valt de stad niet te beteugelen. De hele tent is afgeladen, vol met hossende Ajaxiden en alle andere tenten ook. We zijn doorweekt van het zweet en het rondvliegende bier. Neus is al 2 keer uitgegleden op het kletsnatte tafelblad en op de betonnen vloer gestort. Maar beide keren sprong hij lachend overeind en greep hij onze uitgestoken handen om weer op de tafel te klimmen. Ik heb mijn kater voelen opkomen en hem weer verjaagd met nog meer bier. Alle irritante hoempa-liedjes over Ajax en Amsterdam zijn vanavond leuk. En alle Glory Hunters zijn nog voor 1 avond tof. JJ, brul ik in zijn oor. JJ kijkt om. Mijn poen is op, zeg ik. Heb jij nog? Nee, ga lang niet meer, roept hij terug. Maar die gasten merken het niet eens meer, joh, als je niet betaalt. Moet je opletten. En inderdaad hoor, bestellen, omdraaien en gewoon weglopen is inmiddels een devies. Neus, die nog altijd idioot staat te doen op de tafel, steekt zijn hand uit en neemt een glas aan. JJ en ik blijven even op de grond staan, leunen tegen de bar, even uitblazen. JJ schudt genietend zijn hoofd. Denk je dat we dit ooit nog een keer zullen meemaken, vraag ik. En hij zegt ja, natuurlijk, volgend seizoen.